Wij leven in een democratie. We leven in een land waarin onze volksvertegenwoordigers gekozen kunnen worden. Waarin we ons mogen laten horen, waarin we kunnen en mogen demonstreren. Maar wat absoluut niet kan, is het recht in eigen hand nemen. En dat is wat de boeren hebben gedaan. Hun acties gaan niet alleen alle fatsoensnormen te buiten. Het gaat ver over de grens van wat wij in dit land moeten tolereren. Wegen blokkeren, onze hulpdiensten het werk onmogelijk maken, dingen in de brand steken, politici thuis opzoeken, bedreigen, uitschelden. Het is intimiderend, het gaat veel te ver. Ik distancieer mij daarvan en ik keur dit af. Dit is crimineel gedrag en moet ook op die manier worden aangepakt. Maar eerlijk is eerlijk. Ook in de Tweede Kamer, hier in dit huis, moeten wij onszelf in de spiegel kijken. De manier waarop bewindspersonen en collega's over elkaar praten. In de plenaire zaal, in de debatten, maar ook in de media of op social media gaat veel en veel te ver. Ook wij hier in de Tweede Kamer zorgen voor polarisatie in het debat en polarisatie in de maatschappij. En als ik zie hoe we hier over elkaar praten, dan schaam ik mij soms echt heel erg diep. En dan snap ik ook heel goed waarom het vertrouwen in de politiek afneemt. En waarom mensen denken dat ze dit soort zaken ook kunnen doen. Tegenwoordig is het beter als politicus om eerst een acteeropleiding te volgen, naar de toneelschool te gaan of marketing te studeren, zodat je zo goed mogelijk weet hoe je de peilingen en de snelscorende pers moet beïnvloeden. Het is werkelijk afschuwelijk. Ik wil heel graag dat we op een andere manier met elkaar omgaan. En ik las een redenvoering van Thorbecke en daarin zei hij tegen een collega in een nogal fel debat: hetgeen u bracht is niets anders en niets meer dan een persoonlijke aanval en doet de zaak niet goed. En dat is hoe ik, gelukkig met heel veel andere collega's hier in dit huis, mijn werk wel wil doen. Met respect voor allemaal, voor iedereen en de democratische rechtsstaat wil ik wel graag de inhoud en de zaak verder brengen.